Zo'n heerlijk zwiertaartje of zo'n lekker jemmersoeske. Het wetter rint je al in de moelen. Zo'n eten is vaak een strijd tussen de magen en het verstommen. Over het algemeen probeer ik wel vast te eten. Maar ja, er zijn toch wel dagen dat ik denk, nou even makkelijk één pizza in de oven. Dat gebeurt mij ook, ja. Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk gewoon bruneballen te eten. De ene keer kies je er zonder dingen en de andere keer dan ga je gewoon vaar wat je gewoon zin in hebt. We matten dat oergewicht kwiet, maar hoe? Van der Meij jouwt mensen al haast 30 jaar advies over eten. Ik merk in mijn praktijk dat mensen de kluts wat kwijt zijn over hoe een mens nou hoort te eten. En je hoort elke maand wel dieetgoeroes voorbij komen die vinden dat we met z'n allen bijvoorbeeld geen brood moeten eten. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen de logica achter eten weer terugvinden. Hè, dat ze weten van het echte eten waar wij op gebouwd zijn, dat is waar zeg maar 90% van je eten uit zou moeten bestaan. Dat is wel lekker, maar wie zal wat erin zit? Nee, weet je meer als de jeugd net naai. Dat het maar lekker is. Maar dat moet je een beetje leren. Gebruik je gezonde verstand, lees de etiketten goed, maar hou het vooral gewoon bij je echte ouderwetse eten. Wat ze zeg maar 30, 40 jaar geleden ook aten.